Net 1-1 gespeeld tegen Gemert. Vooraf leek jij toch een van de echte rasoptimisten die stevast het vertrouwen in zijn ploeg uitsprak in die na-competitie. Nu blijkt jou gelijk toch wel, want jullie spelen een geweldige wedstrijd vandaag. Ja, nou ja, kijk, ik had er ook heel veel vertrouwen in. En ik denk dat de wedstrijd op zich ook dat heeft laten zien. Dat ik er niet voor niks vertrouwen in had. Alleen ja, we hebben 1 ding vandaag nagelaten en dat zijn onze kansen afmaken. We hebben er denk ik te veel laten liggen vandaag. Nou, jij zelf kopt de 1-0 binnen. Kun je die nog even terughalen voor ons? Ja, dat was een vrije trap van Nikai van de zijkant. En die draait heel strak in bij de tweede paal. En Thomas ging voor mij net onder die bal door. En ik hoefde hem echt bij de tweede paal alleen maar binnen te lopen. Voor de rest niks bijzonders. Ik denk dat we met name zeker ook een aantal keren heel goed doorkwamen over de flank. Maar ook centrale een paar keer goed doorheen kwamen. Marvin die een paar keer goed doorheen kwam. Alleen net even niet geluk had om dat balletje goed terug te leggen. Dus ja, ik denk dat het plaatje was wat we van tevoren hadden afgesproken. Ja, dat klopt perfect. Als je naar de ranglijst bekijkt en zeker na de eerste periode onze resultaten bekijkt. Dan zou je verwachten dat wij misschien niet heel veel te zoeken hadden in deze na-competitie. Maar als je vandaag het spel bekijkt dan... daar had ik gewoon veel meer in gezeten. Ja, en dan is het heel zuur dat je gelijk na rust, waarin je eigenlijk zelf de eerste kans krijgt. Kort erop gelijk de domper om je neus krijgt, dat er gelijkmaker valt. Hey, en jouzelf, we hebben natuurlijk de laatste weken genoeg over berichten, ook bij ons in de krant, dat er de nodige vertrekkers zijn bij Dosco. Jij hebt een proefwedstrijd gespeeld bij FC Os. Hoor je daar nog iets van? Ja, ik had eigenlijk al verwacht dat ik daar misschien iets van te horen zou krijgen. Ook, want ze zouden sowieso bericht doen. Ik heb er alleen nog niks van te horen gekregen. Dus ik ga er gewoon vanuit dat ik volgend jaar nog een jaar bij Dosco zal voetballen. En dan hoofdklasse of topklasse? Ja, we gaan natuurlijk voor die topklasse. Maar het wordt nou wel moeilijk. Maar ik heb er nog zeker vertrouwen in. Zeker na vandaag. Als je ons spel ziet, dan denk ik dat wij meer hebben laten zien dan de laatste wedstrijd in de competitie. En dan denk ik dat iedere tegenstander rekening mee met ons moet houden.